Goedemiddag gemeente, alle hier in de kerk en ook hen die live met ons verbonden zijn of later deze dienst terugbeluisteren. Hartelijk welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat ons voor dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing is uit Openbaring 5, met als thema hemelse troonrede. De fysieke collecte die gehouden wordt in deze dienst zal bestemd zijn voor het jeugdwerk, met name voor de verenigingen. De bankcollect is voor de vaste kosten van de kerk. Het verzoek is om die maandelijks per bank over te maken. We vangen nu deze dienst aan door het zingen van de schoolpsalm, psalm 136, de versen 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe. Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. De Heer Jezus is de koning der koningen. Zo heeft hij ons zojuist ook de genade en de zegenbede toegewenst en ons daarmee begroet. Laten wij ook gaan zingen van dat koningschap met psalm 47... en daarvan het eerste en het vierde vers. Thank you.
En aan zijn rijk zal geen einde komen. Dat willen wij ook belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen daarna uit Psalm 2, het zesde vers. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon. En die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding uit de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we eens bidden om de opening van Gods woord voor ons hart in deze dienst. Heere, zo ontmoeten wij u al als de heilige, gezeten op de hemelse troon. En daar bent u ook, Heere Jezus, zittend aan de rechterhand van uw Vader.
U bent de rechterhand van uw Vader. Zo mogen we het vanmiddag horen in uw woord. Zo mogen wij vanmiddag het zien. Wanneer uw woord in onze gedachten opnieuw die hemelse troonzaal laat zien. Heere, geef dat wij vanmiddag onder de indruk raken daarvan en ook weer opnieuw onder de indruk raken. Want u bent zo vol van glorie en heerlijkheid. Uw majesteit is zo aanbiddelijk. En Heere, wij beseffen en we zongen het zojuist, het heeft twee kanten. Buiten uw Zoon bent u een verterend vuur. Buiten u, Heer Jezus, is er slechts de eeuwige ondergang. Maar in u is er zoveel heerlijkheid en zoveel zegen, zoveel kracht voor krachtelozen, troost voor troostelozen, hulp voor hulpelozen. Heere, wilt u het ons geven en wilt u ons er zicht op geven vanmiddag? We willen u dat eerbiedig vragen, niet omdat u iets aan ons verplicht zou zijn, Heere, maar wilt u dat doen omwille van wie u bent en wie u wil zijn in uw Zoon, de Heere Jezus. Een Goddienaar zondaren omziet en heeft omgezien. Doe het omwille van uw genade. En we danken u dat we vanmiddag hier mogen zijn, dat u voor de tweede keer ons de gelegenheid geeft om naar uw huis te komen. We danken u voor mogelijkheden die er zijn om ook thuis de dienst te beluisteren en mee te maken. Heere, geef ons samen een gezegende dienst. Richt onze harten op u. En laat alles wat in deze dienst gebeurt ook mogen zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. En Heere, geef dat we zo ook ons mogen voorbereiden op dat wat komen gaat. Als u, Heere Jezus, komt. Heere Jezus, wij bidden u, wilt u spoedig komen? Wilt u zich haasten, want wij zien in deze wereld de ellende en de nood die er is, de zonden die er zijn, de dood die ieder uur wenkt. Ontferm u, Heere, over allen die dat zo van nabij meemaken. Wanneer we ook wellicht zelf in ons leven de ellende, de gevolgen van de zonde ervaren. Heere, wees bij ons in verdriet, in zorg, in moeite. Dat willen we ook in het bijzonder bidden voor familie Van Tuyl, wanneer in de afgelopen week de moeder van Wim ontsliep in de leeftijd van 91 jaar. Heere, wij dragen hen aan u op. Of u wilt troosten, familie, de rouwdragende familie. En geef, Heere, dat ook in deze omstandigheden wij in uw woord, in het evangelie van uw heerlijke namen, houvast mogen vinden. Want u, Heere Jezus, bent immers de overwinnaar van de dood. Heere, wij bidden u of u wil zijn met deze wereld waarin we leven. Wij denken aan de getroffenen door oorlogen in Oekraïne, in Libanon, Israël, de Gazastrook. Op andere plaatsen, in Soedan, Heere, waar het ook maar is. Wij bidden u voor hen die getroffen werden door natuurrampen, zoals ook in Amerika deze week. Heere, ontferm u. En wilt u geven dat er hulp mag komen? Maar de beste hulp, Heere, die kunnen wij slechts van u ontvangen. Dat wat mensen niet kunnen, dat ligt wel in uw macht, Heere Jezus.
als u eenmaal alles nieuw zult maken en volkomen goed en u de duivel en het rijk van het kwaad zult terugwijzen als uw schepping verlost wordt uit haar greep. Heere, wilt u met ons allen zijn zoals we hier zijn? Zegent u de kinderen als ze straks naar de parel gaan en wees ook met de leiding daarvan. Wilt u bij de oppas zijn en degene die op de kinderen passen daar? Wij bidden u, Heere, of u uw zegen ook wil geven wanneer we in deze dienst het woord van u mogen ontvangen vanuit het laatste Bijbelboek. Geef dat het ons duidelijk mag worden en dat het ook tot ons mag spreken, Heere. Open dat heerlijke vergezicht dat u in het Bijbelboek Openbaring ons ook wil laten zien. En geef dat het goed mag zijn voor onze ziel. Heere, wanneer wij nog op eigen rekening leven, wilt u ons dan bekeren tot u? Doe ons opnieuw geboren worden. En verdiep ook ons geloof als wij u mogen liefhebben en in dat geloof mogen leven. Heere, laat dat mogen wortelen in uw woord. Geef dat we daar ook thuis in mogen zijn en thuis in mogen raken al meer. Hoor zo naar onze gebeden. Aanvaard onze dank. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat die linkerfoto is, dat boekje wat je hier ziet? Weet iemand wat voor soort boekje dat is? Misschien kun je het wel zien. Heeft iemand een idee? Je mag je vinger opsteken, ja? Een? Ik kan je niet verstaan. Een vlinderboekje. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Er staan een heleboel vlinders op, hè? Ik denk dat dat de versiering is van het boekje. Het is inderdaad wel een bijzonder boekje. Weet iemand hoe je zo'n boekje noemt? Ja? Een dagboekje. Een vriendenboekje. Heel goed. Inderdaad, een vriendenboekje. Of een dagboekje kan het ook zijn. En waar kun je het aan zien dat het een bijzonder boekje is? Nou, je kunt kijken aan helemaal rechts, daar zie je een slotje. Dat boekje, dat kan op slot. En het sleuteltje zit erin, maar als je hem op slot gedaan hebt, dan moet je natuurlijk het sleuteltje eruit halen. Dat doe je in je zak en dat berg je misschien wel ergens op in een geheim laadje op je kamer. Want in zo'n dagboekje of in een vriendenboekje, daar schrijf je zelf of daar schrijven anderen, ja, soms dingen die je alleen voor jezelf wil houden. Een dagboekje bijvoorbeeld, daar kun je dingen in schrijven over wat er gebeurd is op een dag en ook hoe je je voelt. Ik denk dat vooral meisjes dat wel doen. Maar de jongens weten het misschien ook wel dat dat gebeurt. En jij bent natuurlijk de enige die erin mag kijken, hè? Dus je moeder mag daar niet in lezen als ze je kamer aan het opruimen is. En je broertje ook niet als die weer eens door je spullen heen gaat. Nee, dat is alleen voor jou. Dat is een beetje geheim. Dat is een dagboek. En jij hebt het sleuteltje. Nou, vanmiddag gaan we in de Bijbel lezen over Johannes. We gaan weer met Johannes kijken wat hij gezien heeft in het visioen dat de Heere Jezus hem liet zien. De Heere Jezus die liet Johannes in de hemel kijken. En misschien weet je nog wel van 2 weken geleden dat toen Johannes daar in de hemel was, wat zag hij toen? Een hele mooie troon. En op die troon, ja, daar zat iemand. En dat moest natuurlijk wel de Heere God zijn. En nu gaan we vanmiddag lezen dat Johannes ziet dat de Heere God iets vast heeft. In zijn rechterhand, ja, heeft hij wat op dat andere plaatje staat. Geen dagboekje, geen vriendenboekje, maar een rol papier, een boekrol. En je ziet, die zit dicht. Het lijkt wel alsof die ook op slot zit. Wel 7 keer. Met 7 zegels zit die dicht. En wil je gaan lezen wat er aan de binnenkant van die boekrol staat, ja, dan moet je eerst al die lusjes losmaken en die zegels kapotbreken. En dan pas kun je hem uitrollen en dan kun je erin gaan lezen, jongens en meisjes. Johannes ziet dat de Heere God zo'n boekrol in zijn hand heeft.
Maar wie mag die boekrol nou eigenlijk gaan lezen? Hij zit dicht. Hij is verzegeld. Wie mag erin lezen? Dat mag maar één iemand doen. De Heer Jezus. Hij is de enige die de boekrol mag gaan openen en daarin gaan lezen. En wat gaat hij dan lezen? Nou, in die boekrol staat, en ik verklap het alvast een beetje, gemeente, alles wat er gebeuren zal in de wereld, totdat de Heer Jezus komt. Dat staat erin. Zullen we daar eens over gaan lezen met elkaar? Gemeente, we lezen Openbaring 5. En nadat we het gelezen hebben, zingen we uit Psalm 40, daarvan het vierde en het vijfde vers. Openbaring 5. Daarmee vervolgen we dus de serie preken die wij 2 weken geleden zijn begonnen. Toen met hoofdstuk 4, nu hoofdstuk 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen, stond een lam als geslacht, met 7 horens en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden: u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En ze zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde of en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover.
In vers 9 hebben we zojuist gelezen dat er een nieuw lied wordt gezongen voor de troon van God, door de engelen, door de ouderlingen die daar aanwezig zijn en de vier dieren, de vier wezens. En uiteindelijk doet elk schepsel mee dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat erin is. Straks mogen wij gaan zingen na het amen van de preek uit Psalm 33, het tweede vers. Roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. En ook het zesde vers. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En dat mogen we dan zingen met de hemel mee. Psalm 33, vers 2 en 6. Meten we luisteren naar het gedeelte dat we lazen, Openbaring 5, versen 4 tot en met 7. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Het thema voor de preek is hemelse troonrede. We letten op een drietal gedachten. Ten eerste waar de troonrede op geschreven is, dat is die boekrol. Ten tweede wie de troonrede voorleest. En ten derde de reactie van de genodigden. Dus waar de troonrede op geschreven staat, wie de troonrede voorleest en hoe de reactie van de genodigden is. Gemeente, elk jaar op de derde dinsdag van september, dan is het Prinsjesdag. En op die dag begint het nieuwe parlementaire jaar. In Den Haag met name. Vanaf dat moment is het zomerreces, zeg maar de zomervakantie, voorbij. Niet dat er voor die tijd natuurlijk niks gebeurd is, dat is wel doorgegaan. Maar vanaf dat moment gaat de Tweede en de Eerste Kamer weer vergaderen. En het is gebruikelijk dat op die dag de regering dan haar plannen bekendmaakt. Waar willen de ministers en de staatssecretarissen in het komende jaar met name aandacht aan geven? Hoe zullen ze omgaan met de financiën van ons land? Welke plannen moeten er ontwikkeld worden? En dat staat allemaal beschreven, samengevat in de troonrede. De toespraak die op Prinsjesdag door het staatshoofd koning Willem-Alexander wordt uitgesproken namens de regering ten aanhoren van de Eerste en de Tweede Kamer. Niet dat het de plannen van de koning zijn. Onze koning heeft nauwelijks invloed op het beleid van de regering. Hij leest het alleen maar voor dat wat de regering heeft opgeschreven. Maar hij alleen mag dat doen. Zo is dat bij wet geregeld. Het staatshoofd mag de troonrede uitspreken. En dat gebeurt dan in de Ridderzaal, dat prachtige historische gebouw in Den Haag, waar dan voor die dag twee tronen staan. Eentje voor de koning en eentje voor de koningin. En vanaf die troon leest de koning dan de troonrede voor. Dit zal er in het komende jaar staan te gebeuren. Zo'n troonrede, gemeente, komen we eigenlijk ook tegen in Openbaring 5. In dit hoofdstuk kijken we opnieuw met Johannes mee naar wat er gebeurt in de hemel. In hoofdstuk 4, zo hebben we dat twee weken geleden gehoord, had Johannes al een kijkje mogen nemen daar. En hij had ons opgeroepen: zie, kijk mee. Kijk wat ik gezien heb, wat de Heer Jezus mij heeft laten zien in het visioen. En wat was het bijzonder wat Johannes toen zag?
Hij had eerst een deur in de lucht gezien, tegen de achtergrond van de hemelkoepel. Daar zag Johannes een deur opengaan en hij was er door naar binnen gegaan en hij stond daar in die hemelse troonzaal en daar zag hij die majestueuze troon met iemand daarop, ja, die hij maar nauwelijks kan beschrijven. Hij moest vergelijkingen maken met de allerduurste edelstenen om iets van de schitterende heerlijkheid van die persoon die daar op de troon zit te kunnen omschrijven. Het ging om God de Vader. En om die troon heen zag Johannes een kring van 24 tronen met daarop de 24 ouderlingen, 2 keer 12 tronen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, het volk van God uit het Oude en uit het Nieuwe Testament. En er waren 4 dieren rondom de troon. Wezens die met hun 6 vleugels iets weg hebben van engelen, engelwachters, cherubs. En in hen herkende Johannes een leeuw, een stierkalf, een mens en een arend. Het waren vertegenwoordigers van de hele schepping. Alles wat op de aarde leeft en beweegt. En Johannes zag hoe die wezens en ook die 24 ouderlingen, degene die op de troon was, de Heere God eer bewezen. Er was daar in de hemel een soort hemelse liturgie aan de gang. Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En u bent het waard, Heere, te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de kracht. Gemeente, je kunt je voorstellen dat Johannes door die aanblik overweldigd zal zijn geweest. Ik herinner me dat ik in mijn jeugd tijdens een vakantie met mijn ouders een keer in een park, in een kasteeltuin was. En daar zou in die avond een prachtige show worden opgevoerd met licht en water en schitterende muziek. En toen we daar naartoe gingen, toen moest je daar gewoon gaan zitten op de stoeltjes, die waren klaargezet. En het was gewoon donker en de mensen die praten wat met elkaar, er was niks te zien, niks bijzonders. En daar zat je een tijdje, tot opeens overal om je heen prachtige kleuren de lucht inschoten en de fonteinen gingen aan. Het was een schitterend schouwspel met prachtige muziek. Van het een op het andere moment omringd door zoveel schoonheid. En je kwam oren en ogen tekort. En doordat je er opeens middenin zat, was het zo overweldigend mooi. Ik herinner me dat gevoel nog op de dag van vandaag. Wat was dat bijzonder, zo vol van glorie, iets daarvan. Nou gemeente, zo iets en dan natuurlijk nog veel heerlijker heeft Johannes dat meegemaakt. Als hij daar in die troonzaal staat. En het is dan ook te begrijpen dat hij pas later in tweede instantie wat meer naar de details gaat kijken. En dan ziet hij dat degene die op de troon zit iets in zijn hand heeft. In zijn rechterhand staat. De Heere God heeft in zijn rechterhand een boekrol. En als Johannes nog eens goed kijkt, dan ziet hij dat die boekrol zowel aan de binnenkant als ook aan de buitenkant beschreven is. En dat die verzegeld is. Niet 1 keer, maar wel 7 keer. 7 zegels die zorgen ervoor dat je die boekrol niet zomaar uit kunt rollen en erin kunt gaan lezen. Nee, dan moet je eerst die zegels kapotbreken. Om wat voor boekrol gaat het? Nou, gemeente, uit het vervolg van Openbaring zal blijken dat het in deze boekrol gaat, dat daarin beschreven staat alles wat er hierna moet geschieden. U weet misschien nog wel dat we daar 2 weken geleden ook al over hebben gehoord. Dat is eigenlijk de structuur van het hele boek Openbaring. Johannes is verbannen naar dat eiland Patmos en dan ziet hij op de dag van de Heer op zondag in de geest de Heer Jezus als de verhoogde koning tussen de 7 kandelaren die dan de 7 gemeenten, zeg maar heel Gods kerk op aarde vertegenwoordigen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Johannes,
Johannes, schrijf op wat je nu gezien hebt. Schrijf op wat nu is. En schrijf ook op wat hierna geschieden zal. Nou, hoofdstuk 1, daarin heeft Johannes opgeschreven hoe hij de Heer Jezus ziet. Als die verhoogde koning tussen de kandelaren. In hoofdstuk 2 en 3 heeft hij vervolgens opgeschreven wat nu is. Hij krijgt van de Heer Jezus 7 brieven gedicteerd en die moet hij naar die 7 gemeenten in Klein-Azië sturen. En dan vanaf hoofdstuk 4 tot hoofdstuk 22, het derde hoofddeel van Openbaring. En dat gaat over wat er hierna moet geschieden. Wat er dus zal gebeuren in die tijd die wij wel de eindtijd noemen. De eindtijd, daar wordt soms over gesproken op de manier dat het een tijdperk is dat pas begint vlak voor het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Dan zegt iemand bijvoorbeeld, ik denk dat we al wel in de eindtijd leven vandaag, want als je om je heen kijkt en je ziet de tekenen van de tijd, dan kan de wederkomst van de Heer Jezus toch niet lang meer duren. Maar gemeente, de eindtijd is het tijdvak dat zich uitstrekt van aan de ene kant hemelvaart en Pinksteren. De Heer Jezus die koning wordt en die zijn geest op de aarde stuurt om daar zijn werk voor te zetten. En aan de andere kant zijn wederkomst. Wij leven vandaag dus in dat tijdvak. In de eindtijd. Het is de laatste tijd. Het laatste deel van de wereldgeschiedenis. En Johannes die heeft daar dus maar een heel klein stukje van meegemaakt, kunnen we nu zeggen. Hij is waarschijnlijk heel oud geworden, Johannes. Als hij naar Patmos verbannen wordt, is hij waarschijnlijk al wel hoogbejaard. Hij heeft er maar een klein stukje van meegemaakt, toch? Hij heeft gezien hoe de Heer Jezus is opgevaren. Hoe de Heilige Geest kwam met Pinksteren. Hoe de kerk ontstond, hoe die Heilige Geest de verkondiging zegende en er ontstonden gemeentes. Hij heeft als apostel daarin ook zijn taak gehad. Maar hoe zal het nou verder gaan? Nu die oud is, verbannen, uitgerangeerd. Hoe zal het verder gaan? Nou, dat krijgt hij nu geopenbaard. Dat staat beschreven in die boekrol die Johannes ziet. En die ligt in de rechterhand van God. Weet even, daarbij bedenken, God heeft dus, zo ziet Johannes het althans, een rechterhand. Komen we vaker tegen in de Bijbel. En nou weten we dat de Heere God een geest is. God de Vader heeft geen lichaam zoals wij dat hebben. Dat Johannes hier dan ook ziet dat die boekrol in de rechterhand van de Vader ligt. Gemeente, dat betekent dat in dat visioen God zich aanpast aan het begripsvermogen van Johannes en van u en van mij. Johannes en wij mogen ons God de Vader voorstellen zoals Johannes hem hier ziet. En het laat ook zien dat het waar is wat er in Genesis 1 staat. Namelijk dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. Als mens lijken we op hem. Je hebt als mens iets van hem weg. God de Vader heeft die boekrol in zijn rechterhand. En de rechterhand, gemeente, dat is in de Bijbel en dat is ook in oude tijden altijd de hand die handelt. De hand van de macht, die wat doet. En die boekrol is beschreven aan zowel de binnenkant als de buitenkant, ziet Johannes. Dat is ongebruikelijk. Een boekrol werd alleen altijd aan de binnenkant beschreven. Aan de buitenkant kon dat heel gemakkelijk natuurlijk beschadigen en dan kon je het niet meer lezen. Maar deze boekrol, die staat boordevol. Er is geen stukje van het papier dat niet gebruikt is. Alles staat erop. Want er valt niks buiten de machtige hand van de koning op de troon van de Heere God. Gemeente, alles wat er gebeurt in de wereldgeschiedenis,
dat is door God beschreven. Dat weet hij al. Dat valt onder zijn beleid. Dat heeft hij in zijn hand, kun je zeggen. De Heer Jezus heeft dat ook al gezegd. De haren van uw hoofd, zei hij tegen de discipelen, zijn allemaal geteld. En zonder de wil van uw hemelse Vader zal er niet eentje ter aarde vallen. Niets van wat er zich afspeelt in het groot, wereldschaal en ook in het klein, dat valt buiten Gods regering. Geldt ook van het kwaad en het lijden. Daar kunnen wij dan onze vragen natuurlijk bij hebben. Ook daar weet hij vanaf. Paulus die schrijft in Romeinen 8, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Zelfs het kwaad, zelfs het lijden krijgen ergens een plek in Gods plan. Niet dat dat ook door hem zo gewild is, maar ze vallen wel onder zijn beleid. En gemeente, dan zal Johannes natuurlijk willen weten, als hij die boekrol gezien heeft, wat staat daar nou in? Hoe zal het verder gaan? Wat zal er hierna gebeuren? Nou, laten we er dan in gaan lezen, toch? Maar dat brengt ons bij het tweede. Wie die troonrede voorleest, Johannes, die ziet hoe er een sterke engel aankomt, een indrukwekkende engel, die met een luide stem vraagt, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? En je ziet in gedachten, gemeente, stel het u maar voor, je ziet Johannes daar staan, gespannen kijkend. Wie zal de boekrol uit de rechterhand van God aannemen om die zegels vervolgens één voor één kapot te breken en hem uit te gaan rollen? En Johannes kijkt rond. Maar het valt opeens stil daar in de hemel. Er is niemand. In de hemel niet en op de aarde ook niet, die de boekrol kan openen. Die 24 ouderlingen die blijven op hun tronen zitten. Die vier dieren, de schepping, ze blijven daar als wachters bij de troon staan. En er komt ook niet een engel aangevlogen die zegt, nou ik doe het wel. Meent u, er wordt daar in de hemel gezocht naar een onderkoning. Zo ging dat in die tijd. Aan de rechterhand van de koning was altijd de onderkoning te vinden. De tweede man in het Rijk, denkt u bijvoorbeeld ook aan Jozef, die was dat ook. En die had als taak om de bevelen van de koning te lezen en ze dan ook vervolgens uit te voeren. Alleen wie in staat was om het bevel van de koning ook echt op te volgen, wie daartoe door de koning zelf dus was aangesteld en daarvoor de macht en ook de volmacht, dus toestemming had gekregen, het recht, die mocht de koninklijke zegels verbreken en ervoor zorgen dat wat de koning had besloten ook zou worden uitgevoerd. Zo iemand was dus letterlijk, zeg maar, bijna letterlijk, u begrijpt het, de rechterhand van de koning. Maar is er nou een hemelse onderkoning die kan gaan uitvoeren wat God besloten heeft? Hij lijkt er niet te zijn, gemeente. Het blijft stil in de hemel. En weet u, dat is een pijnlijke stilte. Zoals die er soms kan zijn, jongelui, als je op school in een les zit en de leraar vraagt naar iets wat je in de les daarvoor, wat hij daar uitgebreid heeft uitgelegd. Wie kan er vertellen waar het de vorige keer over ging? Dat is 2 dagen geleden. En je zit daar in de les en er valt een ongemakkelijke stilte. Iedereen die wil het niet zeggen. Misschien ben je bang om fouten te maken, maar het kan ook zomaar zijn dat je niet zo goed hebt opgelet. Dat al lang weer vergeten bent waar het over ging. En dat is dan zo'n ongemakkelijke stilte. Nou, zo'n stilte valt er hier ook. Want wie
had nou eigenlijk op dit moment naar voren moeten stappen? Aan wie had de Heere God, de schepper, de macht en de volmacht en het recht gegeven om onderkoning te zijn en heerschappij te voeren over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen? Ja, u herkent misschien wat ik zeg. Dat is een Bijbeltekst, die staat in Genesis 1, vers 26. Daar neemt de drie-enige God het besluit om de mens te scheppen. Laten wij mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen. Want op dit moment had Adam naar voren moeten stappen. De mens. Maar die kan niet meer naar voren stappen. Want hij is het niet meer waardig. Ooit was Adam het waard om als onderkoning te regeren over alles wat leeft. Maar toen Adam en Eva in zonde zijn gevallen, toen heersten ze niet meer. De aarde was het gebied geworden van de duivel, de vorst van het kwaad. Die had zijn intrek genomen in de schepping van God. En hij claimde de aarde als zijn gebied. En de aarde werd het strijdtoneel van een geestelijke strijd. Een strijd tussen het rijk van de duisternis en het koninkrijk van God. Een strijd tussen Satan aan de ene kant, die voor Gods troon zijn rechten opeiste. Dit is van mij. En deze zielen, deze levens zijn ook van mij. En aan de andere kant, de Heere God, die nooit loslaat wat zijn hand begon. Die ook zijn schepping niet losliet. Die stilte hier in de hemel. Gemeente, dat is de stilte van onze schuld. En er is geen mens op de aarde die het waard is om nog namens de Heere God als onderkoning op te treden in volledige gehoorzaamheid aan de koning zelf. Ja, er zijn koningen en er zijn presidenten en machthebbers, dictators, invloedrijken en die heersen wel. Maar altijd maar voor een heel klein stukje van de aarde en voor een klein tijdje. En ze doen het al helemaal niet in volkomenheid naar Gods wil. Meestal juist helemaal niet. Geen van hen is waardig om nu werkelijk door alle eeuwen heen als hemelse onderkoning namens de grote schepper van het al zijn schepping te besturen. Op zo'n manier dat alles tot haar doel zal worden gebracht, waarvoor die schepping er is. Het is stil in de hemel. En Johannes, ja, hij denkt er niet over om zelf naar voren te stappen. Is er dan niemand? En dan springen de tranen hem in de ogen. Niet een beetje, nee, ik huilde erg. Hij barst in snikken uit. Want gemeente Johannes, die beseft wat het betekent als die boekrol gesloten blijft. Als niemand die kan ontrollen. Dat betekent dat Gods besluiten weliswaar vast liggen, maar dat ze niet tot uitvoer kunnen worden gebracht. Het betekent dat de wereld zal blijven zoals ze is. Voor altijd. Het strijdtoneel van de geestelijke machten in de lucht. Een plek waar Gods volk woont, waar zijn kerk is. Zij die tot het licht van het evangelie zijn gekomen en hun harten mochten openen voor Christus. Toen die aan de deur stond te kloppen, doe mij open. En ze vieren het avondmaal met hem. Maar het blijft een strijdende kerk.
Gods volk wordt nooit werkelijk bevrijd. Er zijn beloften van God voor het koninkrijk, voor zijn heil, voor eeuwige zaligheid en eeuwig leven. Maar het kan niet komen. Het kan niet worden uitgevoerd. Gemeente, als de wereld blijft zoals die is, als er die in de strijd tussen Gods koninkrijk en het rijk van de zonde en de duisternis geen beslissing komt, als het een remise wordt, onbeslist, dan zal er tot in alle eeuwigheid reden zijn om, nou ja, om het maar even klein te maken, om in onze voorbeden te blijven denken aan onze zieken, aan onze rouwdragenden. Dan heeft die zwerver in de hoofdstraat geen reden om nog te hopen. Dan is er geen reden om het evangelie te gaan vertellen. Dan zullen er altijd ziektes blijven. En dan heb je als zondaar geen hoop op de overwinning. De volle overwinning op de zonde. Dat je eenmaal volkomen rein zult zijn. Verlost van de macht die steeds weer aan je trekt. De macht van het kwaad. Dan zal het allemaal verder gaan. Ja, zoals het nu is. En gemeente, dat is de reden dat Johannes huilt. Als er niemand is die waardig is de boekrol te openen en de zegels te verbreken en erin te lezen, dan heeft Johannes ook niets meer te hopen. En is er dan niemand? Ja, toch. Want gemeente, dan komt één van die 24 ouderlingen, één van die vertegenwoordigers van Gods volk voor de troon van God uit alle tijden, die komt naar Johannes toe en die zegt: huil maar niet, Johannes. En u, jij, als je in de moeite zit, als de ellende van het leven je omringt, de duisternis, huil maar niet. Want kijk eens, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Er is toch iemand. De leeuw uit Juda, daar heeft Jacob op zijn sterfbed over geprofeteerd, toen die Juda zegende, zijn zoon. Juda, jij bent het, heeft het toen geklonken. Je bent als een leeuwenwelp. En uit jou zal Silo voortkomen. En hij zal heersen en koning zijn. En de wortel van David, gemeente, daar heeft Jesaja over geprofeteerd. Denkt u aan Jesaja 11? Die beloofde koning, Davids grote zoon. En dan ziet Johannes hoe die leeuw naar voren komt. Nou ja, hij mag dan de leeuw uit Juda genoemd worden, maar als Johannes kijkt, dan ziet hij een ander dier. Hij ziet daar een lam. Dat staat als geslacht te midden van de ouderlingen. Een lam dat staat als geslacht, dat is een bijzondere uitdrukking. We zullen hem vaker tegenkomen in Openbaring. Gemeente, vanuit die kring van de 24 ouderlingen, de kerk van Oud en Nieuw Testament, daar treedt nou de Heer Jezus naar voren. Hij is het centrum van Oud en Nieuw Testament, het centrum van onze Bijbel. En het is ook niet voor niets dat een van die ouderlingen Johannes erop wijst. Want gemeente, het volk van God weet dat er iemand is die het waard is om de boekrol te openen. Omdat hij tot het einde toe de wil van zijn vader heeft volbracht. De Heer Jezus. Hij is waardig. En wanneer je je kleren wast in zijn bloed, dat weten ook die 24 ouderlingen. Weet u nog, die glazen zee die naar het koperen wasvat verwijst, waarin je je wassen mag om je rein te maken van al je zonden. Gemeente, Gods volk weet
dat als je je wast in zijn bloed, dat je dan volkomen rein bent. Hij is waardig, want hij heeft overwonnen. Dat is de reden dat hij waardig is. Zo wordt het gezongen in vers 9. U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Gemeente, de Heer Jezus is overwinnaar. De leeuw uit Juda. Een leeuw, dat is de koning van de dieren. Zo'n beest straalt een en al kracht uit en majesteit. De Heer Jezus is koning vol kracht en macht, maar dat is hij geworden door een lam te worden. Door te sterven aan het kruis van Golgotha, door zich vrijwillig te laten slachten. Zoals een lam werd hij ter slachting geleid. En als Johannes naar de leeuw uit Juda kijkt, dan blijkt de leeuw een lam. Weet je, dat is het bijzondere van het evangelie. Jezus is koning geworden, niet door met engelenlegers te gaan strijden, maar door juist niet te strijden. Door zich als een lam ter slachting te laten leiden en zich over te geven in de dood. Ja, voor hem geldt door zich te geven in de macht van de vorst der duisternis. En toen hij stierf aan het kruis, maar na 3 dagen opstond uit de dood, toen heeft hij de macht van de boze verslagen. En toen heeft hij de duivel ook het recht ontnomen om nog langer aanspraak te maken voor Gods troon en te zeggen, maar het is eigenlijk van mij. U heeft ons gekocht. Zo zingen de dieren en de 24 ouderlingen. U heeft ons vrijgekocht uit de macht van de boze. Gemeente, dan mag je toch moed hebben voor de toekomst. Want dan stapt dat lam. Dat staat als geslacht. Dat wil zeggen dat je in de hals van dat lam nog het litteken van de halssnede kunt zien. Met een halssnede werden de offerdieren, de lammeren, in de tempel gedood om te worden geofferd. Dan stapt dit lam naar voren en het neemt de boekrol aan uit de rechterhand van de Vader. Hij wordt Vaders rechterhand. Aan hem wordt hier gegeven alle macht in hemel en op aarde, zoals hij het zelf al gezegd heeft tegen de discipelen voor zijn hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en daarom ook, zie, ik ben met u alle dagen, tot de voleinding van de wereld, tot het eind der tijden. Nou, gemeente, deze Jezus, die voor God de schuld heeft betaald, die vrijkoopt. Hij krijgt de volmacht om het plan van God voor de toekomst uit te voeren. En wat een troost is dat. Want geen menselijke macht heeft het laatste woord. Geen duivelse macht heeft het laatste woord. Ook niet uw en mijn schuld voor God heeft het laatste woord. Dat lam dat zich wilde offeren in onze plaats, dat om onze overtredingen werd verwond en verbrijzeld, dat onze ziekten op zich heeft genomen, opdat wij vrede zouden hebben bij God. Dat lam heeft het laatste woord. Vrede voor je ziel. Een vrede waarin je nou, te midden van alles wat er is, mag rusten, mag leren rusten in geloof, in een goed vertrouwen, dat hoe het ook gaat, niets uit zijn hand valt, omdat hij die hele boekrol vasthoudt. En hij is het waard, want hij heeft overwonnen.
En gemeente, dan zullen we de volgende keer gaan zien wat er in die boekrol geschreven staat. Dan zal het Lam die zegels gaan verbreken. Maar nu tenslotte nog de reactie van degenen die daarvoor Gods troon zijn. Op Prinsjesdag heb je altijd genodigden. Als koning Willem-Alexander plaatsneemt op die troon in de ridderzaal, dan is die zaal natuurlijk niet leeg. En dat merk je ook als de troonrede is uitgesproken. Want dan roept de voorzitter van de Eerste Kamer: leve de koning! En dat wordt beantwoord door de aanwezigen met een luid: hoera! Drie keer: hoera, hoera, hoera! Zo gaat het hier ook. Wanneer het Lam de boekrol heeft aangenomen uit de rechterhand van de Vader, dan komt de reactie van de vier wezens bij de troon, van de 24 ouderlingen. Ze heffen een nieuw lied aan en ze eren het Lam. En vervolgens stemmen ook de engelen mee in. En dat zijn er niet weinig. Tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden en duizenden duizendtallen. En dan moet u niet gaan rekenen hoeveel dat is. Johannes die gebruikt hier de grootste getallen die er in de wereld van zijn dagen maar te bedenken waren. Het is ontelbaar veel. En hoor wat ze zeggen. Er staat niet dat ze zingen. Maar het zou zomaar een lied kunnen zijn. Het Lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En dan hoort Johannes hoe niet alleen die engelen en de aanwezigen in de hemel dit zeggen en zingen, maar hoe het ook vanaf de aarde klinkt. Aan hem die op de troon zit en aan het Lam zijn de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En gemeente, nou wordt u en jij vandaag uitgenodigd om mee te doen. Om je te voegen in dit koor. Als je nou deze Jezus ziet in zijn heerlijkheid en majesteit. Als je hem ziet als dat Lam. Als je hem kent als het Lam, dat ook voor u, voor jouw zonde wilde sterven aan het kruis, dat ook voor u, voor jou, voor mij geslacht werd, dan mag je gaan zingen. En elke keer, gemeente, wanneer wij hier op aarde God de eer en de dank brengen, met ons zingen, met je gebed, met dat je gedachten naar hem uitgaan, met dat je op hem richt, elke keer, elk moment dat we het doen, dan klinkt dat dus door in de hemel. In de hemel zijn ze er getuigen van. Beseffen we het genoeg? Dat inderdaad ons bidden en ons zingen tot de hemel door kan dringen. Dat het doordringt tot voor Gods troon. En dat ieder die daar is en de engelen zich dan verheugen als ze ook jouw stem horen. Kijk, dan komt ons zingen en ons bidden en onze toewijding aan de Heere God in een heel ander licht te staan. In het hemelse heerlijke licht, doe je mee. Er is toch wat te zingen en te bidden. Want er is hoop. Wanhoop daarom niet. Broeder, zuster, aan Christus is alle macht in hemel en op aarde. En wie op hem zijn vertrouwen stelt, die mag het zeker weten. Dat je eenmaal zult delen in zijn heerlijke overwinning. Er komt een einde aan onze aardse strijd. Er komt een einde aan je tranen en je moeite en je zorgen. Eenmaal zal het heerlijkheid zijn. Bent u daar straks bij? Daar hoef je niks voor te doen. Je hoeft niet hard aan het werk. Jezus heeft zijn volk vrijgekocht. Hij heeft betaald.
En dan mag u zich eenvoudigweg aan hem geven. Zoals de leeuw een lam werd. Zo wordt een zondaar behouden. Niet door zelf te strijden, maar door overgave. Jezelf uitleveren aan hem die je verlost van de macht en van het recht van de boze. Hij die je maakt tot zijn eigendom, tot in alle eeuwigheid. Roem dan nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst. Want de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En daarom zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God. Het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erve en lot. Amen.
Laten we samen danken. Heren, wij danken u dat we vanmiddag zo uw woord mochten lezen. En daarover na mochten denken, erbij stil mochten staan. Het tot ons mochten laten komen. Heren, wat is het indrukwekkend allemaal wat we lezen in Openbaring. En dat wij dan mee mogen doen. Dat hemel en aarde verbonden zijn. En dat u, Heer Jezus, daar aan de rechterhand van uw Vader bent. Zoals het ook zondag aan zondag mogen belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En Heere, dat u die boekrol in uw hand heeft. En alles wat daarin staat ten uitvoer brengt. Heere, laat het ons tot troost zijn. Dat er dus niets buiten uw regering valt. Dat uw toezicht over alles gaat. En heren, dan zijn wij hier op aarde een strijdende kerk. Dan is uw volk hier op aarde een volk dat voortdurend te maken heeft met alle aanvallen die op dat volk worden gedaan. Maar dan is de overwinning zeker. Want daar staat u zelf voor in, Heere Jezus. En u hebt overwonnen immers. U hebt al overwonnen. Heere, geef ons zicht op de uitkomst van de geschiedenis. Geef dat we daarin ook, dat dat ook maakt, Heere, dat we op een andere manier in het leven staan en dat ook op een andere manier kunnen bekijken. Help ons in onze vragen en de moeite die we ervaren, Heere, want dat strijden, dat is zo vaak ook kruisdragen. Wilt u dan bij ons zijn? Geef kracht om te dragen. En boven alles uit, goede hoop, die het anker vindt in u, Heere Jezus, het hoofd van uw kerk. Zegent u, Heere, het werk dat op deze aarde gebeurt, om de hemel straks vol te laten zijn. Het werk van zending en evangelisatie. Wanneer wij ook geroepen worden in onze eigen omgeving te getuigen van deze dingen. Zegent u het werk in de poster hier. Alles wat daar ook gebeuren mag. In de verkondiging, in de toerusting, in diaconale handreiking. Heere, laat het tot zegen mogen zijn. En wilt u er velen toevoegen aan die menigte die niemand tellen kan. Tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen die eenmaal zullen staan voor uw troon en met u mogen regeren, weer koningen mogen zijn. Heren, geef ons daarop zicht, laat dat ook in ons hart mogen meegaan. We danken u voor wat u gaf. Zegent u ons in het vervolg van deze zondag. Zegen de gaven die wij straks aan u mogen offeren als een offer van dankbaarheid. En neem genadig weg wat in spreken en luisteren niet naar uw wil is geweest. Hoor ons zo. In de naam van de leeuw die een lam werd. Heer Jezus Christus, wij prijzen en loven u tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk en wij zingen tot slot uit Psalm 145, het eerste vers. Thank you.
Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.